vrijdag 11 maart 2011 is Japan getroffen door de zwaarste ramp in haar naoorlogse geschiedenis. Een combinatie van een zeer zware aardbeving, een enorme tsunami en dan ook nog eens grote problemen rondom een reeks kernreactoren. Ironisch genoeg wordt Japan nu ook door een heel ander probleem bedreigd, namelijk de beeldvorming van Japanners en hun cultuur zoals die in de laatste tijd door de media is neergezet. Tenminste twee dingen vallen hierbij op, twee misvattingen. 1, dat alle Japanners hetzelfde zijn. En 2, dat iedereen in de wereld zou moeten reageren zoals in de meeste straatinterviews in Hilversum. Het proces is volgens mij dit. Een televisieverslaggever merkt dat hij een andere reactie had verwacht van de Japanner die de interviewt. Huilen misschien. Vervolgens wordt deze onverwachte reactie toegeschreven aan een volksaard. Daarbij wordt opvallend vaak teruggevallen op stereotypen van de Japanner die allang zijn achterhaald. Denk hierbij aan clichés als schaamtecultuur versus schuldcultuur, het wegcijferen van het individu ten bate van de groep, het gebrek aan emotie van de Japanner, de Japanse werknemers in kernreactoren als kamikazes, de veerkrachtigheid van de Japanner, enzovoorts. Positieve stereotypen zijn namelijk ook stereotypen. En het is alsof iemand nog met droge ogen durft te beweren dat alle Nederlanders dagelijks hun stoep schoon schrobben, of dat er een verband is tussen kaas eten en nuchterheid. Het blijkt dat in de 21ste eeuw nog steeds vertrouwde stereotypen uit de eerste helft van de 20ste eeuw worden gebruikt om de wereld van nu te verklaren. Het is waar. Sommige Japanners dragen zelf bij aan de mythe van Japanse uniformiteit en uniciteit. En als een Japanner iets vertelt over de Japanse volksaard, dan moet dat natuurlijk wel waar zijn, zou je denken. Toch is dat niet zo. Geloof het of niet. Maar Japan is een complexe maatschappij die verandert, zoals elke complexe maatschappij. Het idee dat er slechts één patroon kan zijn waarop de Japanner op de wereld om zich heen reageert, is in feite een pijnlijke bekentenis van ons onvermogen te aanvaarden dat de wereld divers is. En Nederland niet de maatstaf voor sociaal en psychologisch gedrag. Wat de zaak bemoeilijkt is dat Japan een maatschappij is met een lange geschiedenis van wat we wel noemen object van exotisme. Oftewel, Japan is vooral interessant als het anders is. Het opera- en filmsucces van bijvoorbeeld Madame Butterfly of de Vrede Aziat, de Stoïcijnse Japanner, bewijst hoe lang Japan al aantrekkelijk is als een tegenpool van westerse codes. Daarbij leidt het dan alleen maar af wanneer iemand voor de camera uitlegt dat de werkelijkheid net wat ingewikkelder en net wat genuanceerder is. Maar toch, de werkelijkheid is genuanceerder. Ja, natuurlijk reageren Japanners emotioneel op deze ramp, maar misschien niet direct zoals Nederlandse media dat verwachten. Ja, Japanners kennen nog steeds een grotere verantwoordelijkheidsplicht ten opzichte van anderen, wat niet hetzelfde is als het primaat van de groep. Nee, het Japanse keizershuis opereert anders dan Europese vorstenhuizen, en dat weet men ook in Japan. Nee, mensen storten zich niet uit blind plichtsbesef in levensbedreigende situaties. Er zijn grote verschillen tussen de Japanners die in grote steden wonen en overwegend jong zijn en Japanners die in ver afgelegen vergrijzende dorpen een traditioneler bestaan leiden. Wel kun je stellen dat de meeste Japanners de laatste decennia nog steeds zo zijn opgevoed dat de autoriteiten niet zo snel in twijfel worden getrokken en dat je aan anderen moet denken. Dat helpt verklaren waarom naar Nederlandse smaak laat gemord werd en wordt over overheidsinformatie of het uitblijven daarvan. Waarom nog steeds naar overlevenden wordt gezocht en waarom in de opvangcentra geen grote chaos heerst. Japan is geen exotisch paradijs, zeker nu niet. En ook geen surrealistische droom. Japan is een complex land bevolkt door echte mensen. Nuance heeft het altijd moeilijk in het nieuws. Maar met alle aandacht die de ramp in Japan terecht gekregen heeft de laatste tijd, moet er toch ook ruimte zijn om eindelijk over de clichés heen te leren kijken.